De Micra die Nissan begin 2017 op de markt bracht, die brak op heel veel vlakken met zijn voorganger en niet in de laatste plaats met dit veel hippere uiterlijk. Een echte verkooptopper is het helaas nog niet gebleken, want in 2018 verkocht Nissan er 4.500 exemplaren van en daarmee blijft hij fors achter bij succesnummers als de Renault Clio en de Volkswagen Polo. Dus wat doet Nissan? Ze zetten in op het constant verbeteren van de Micra. Vorig jaar begon het al met nieuwe infotainment en ook de mogelijkheid om achterin elektrische raambediening te hebben. Maar in de laatste vernieuwingsronde maakt de Micra kennis met een nieuwe 1.0. Is dat voldoende om de Micra aan gouden tijden te helpen? Om daarachter te komen moeten we natuurlijk gaan rijden met die nieuwe 3-cilinder. Maar eerst nemen we nog even het nieuwe motorengamma met je door. Want die 1.0 is de enige motor die Nissan nu in de Micra levert. Zoals ik al zei, vervangt deze 1.0 met 100 pk en 160 Nm de 90 pk en 140 Nm sterke 0.9 die voorheen in de Micra lag. En ook de basismotor, dus de atmosferische 1.0 met 71 pk, die keert niet meer terug. Die zou te duur worden door de WLTP-cyclus. En ook de voorheen enig leverbare dieselmotor, de DCI-90, die komt niet meer terug. Dus de Micra is nu nog maar met één motor leverbaar en dat maakt het motorengamma wel lekker overzichtelijk. Dan dus deze nieuwe 1.0. Het is een 100 pk en 160 Nm sterke 3-cilinder die Renault onder andere ook in de Clio labelt. In deze Micra is dat best wel een welkome aanvulling, want hij vervangt de 0.9 die de Micra hiervoor had. En dat motortje had een eigenaardig karakter. Hij was wat explosief, dus dat betekent niet inderdaad dat de onderdelen in het rond vlogen, maar dat die motor in een vrij klein toerenbereik al zijn vermogen vrijgaf. Dus je rijdt rustig weg, maar je moet echt stevig doorplanken om boven die 2000 toeren uit te komen. En daar gaf hij alles dat hij had. Ook in een vrij klein toerenbereik. Dus je was echt aan het rijden. Wop, daar ging hij. En dat was het dan. En dan net op het moment dat je wilde opschakelen, zat die auto dus zijn vermogen te leveren. En nou, dat zorgde gewoon niet voor een rustig rijgedrag. Deze nieuwe 1 liter doet dat een stuk beter. Zoals ik al zei, is het koppel hoger en ook het aantal pk's is wat meer. Maar de afgifte van het vermogen is gewoon efficiënter verspreid over het toerenbereik. Dus ook onder de 2000 toeren is die motor beter bij de les. Betekent niet dat hij daar al echt heel erg vlot is. Ook deze moet een beetje op gang komen. Maar het is wel echt een verademing ten opzichte van dat, ja, beetje dat hitsige, zenuwachtige blokje dat hiervoor in de Micra lag. Die nieuwe motor geeft de Micra niet alleen maar een soepeler en rustiger karakter. Hij is ook nog eens zuiniger dan de 0.9 die hij vervangt. Volgens Nissan moet het zo'n 13% in benzineverbruik schelen ten opzichte van de 0.9. Sinds de laatste update ronde levert Nissan de Micra voor het eerst ook met een automaat. En dat is geen normale automaat, maar een CVT die Nissan X-Tronic heeft genoemd. Die is uitgerust met wat Nissan dan weer D-Step technologie noemt. En eigenlijk komt het erop neer dat dat een CVT is met ingeprogrammeerde versnellingen. Dus als je het gaspedaal meer dan 50% intrapt, dan doet die auto alsof die versnelling heeft. En dat moet het rubberbandgevoel een beetje wegwerken. De Micra waarin wij nu rijden heeft gewoon een handgeschakelde vijfbak. En dat is ook de transmissie waar Nissan het meest van verwacht. Zo'n 85% van de kopers die zal voor die transmissie gaan. Ja, en over die bak, daar valt niet zo heel veel over te zeggen. Hij blinkt eigenlijk nergens in uit. Hij mist een beetje de scherpte die je bij een Japanse auto zou verwachten. Maar dat komt natuurlijk door het feit dat Nissan winkelt in het onderdelenmagazijn van Renault. Aan het onderstel is verder niet gesleuteld en dat betekent dat de Micra net als voorheen een vrij dynamische auto is. Het onderstel is zelfs vrij stug te noemen voor een auto in deze klasse, maar dat betekent niet dat je bij drempels je nieren in je nek hebt zitten. Oneffenheden filtert hij prima weg, maar de focus heeft duidelijk op dynamisch weggedrag gelegen bij de ontwikkeling. En dat merk je ook in bochten, want de Micra houdt zich goed ook als de bochten wat harder gaan. De neus doet precies wat je wil en ook het stuurgevoel is prima in orde, dus op dat gebied helemaal geen klagen. Nissan zegt verder dat ze de bijpuntsessie hebben aangegrepen om de isolatie te verbeteren. Daar merk je eigenlijk vrij weinig van, want ook op snelheid hoor je nog flink wat windgeruis en ook bij drempels wat gebonk uit het onderstel het interieur binnenkomen. Ja, en dat voelt toch niet heel erg verfijnd aan en dat is ook het kritiekpunt wat we voorheen op de Micra hadden en wat dat betreft blijft dat dus overeind. Je had misschien al gezien dat deze Nissan Micra best wel leuk is aangekleed en dat komt omdat dit de nieuwe N-Sport versie is. Dat is een uitvoering die zit tussen de N-Connecta en de Tecna in en die is best wel aangekleed op optisch vlak. Jammer daarbij is dat in het buitenland die auto leverbaar is met een 117 pk sterke versie van deze nieuwe 1.0. Maar die krijgen wij niet, dus hier is het N-Sport feestje echt een cosmetische aangelegenheid.
En dan de vraag, waar herken je hem dan aan? Dat begint al hier bij de bumper achterop, carbon look. Gaan we verder naar de zijkant, dan zien we hier 17 inch lichtmetalen wielen met carbon look. En eventjes verderop bij de zijspiegel, je raadt het al, carbon look. Dus op zich valt het allemaal wel mee. Gelukkig heeft Nissan ook het interieur aangepakt. Ja, en hier binnen heeft Nissan wat meer werk gemaakt van het N-sportfeestje. En dat begint al bij de stoelen waar ik op zit. Dat zijn zwarte exemplaren met Alcantara en ja, lederlook, dus imitatieleer. Overal witte stiksels, niet alleen op de stoelen, maar ook hier op de afwerking van de middentunnel. Je hebt hier Alcantara op je dashboard, ook weer met witte stiksels. In de deurpanelen, dit is allemaal wat hard plastic, zoals we van de Micra kennen. Maar ook hieronder in de N-sport, mooi materiaal. En dan ja, natuurlijk zaken als verplichte vloermatjes met witte racestrepen kunnen dan ook niet ontbreken. Het zijn allemaal geen wereldschokkende veranderingen, maar het zorgt wel dat je net iets leukers hebt om naar te kijken. Zoals ik al zei, maakt de Micra nu kennis met een nieuw infotainment systeem. Maar dat systeem dat hoort niet bij deze vernieuwingsronde. Dat kwam vorig jaar al naar de Micra toe, maar we hebben het nog niet behandeld. Dus daar hebben we nu de ideale kans voor. Het infotainment systeem is compleet vernieuwd. Dus het heeft een nieuwe interface, een nieuw besturingsprogramma. En hoewel het niet het meest snelle systeem is dat er is, en het ziet er ook niet al te gelikt uit, werkt het wel prima. Het is standaard vanaf de Accenta en het ondersteunt in alle gevallen Android Auto en Apple CarPlay. Ben je het nou niet eens met sommige, ja, met de indeling die Nissan voor je heeft bedacht, dan kun je daar een beetje aan sleutelen. Je kunt bepaalde icoontjes, widgets en snelkoppelingen verplaatsen, zodat alles precies zit waar je het hebben wil. En daarbij is het natuurlijk ook mooi meegenomen dat hier aan de zijkant van die snelkoppeling toetsen zitten voor navigatie of voor je audio-instellingen. Dat je niet eindeloos door die menu's hoeft te swipen om jouw menu'tje te vinden. Dan nog even de Nissan Micra in vogelvlucht, want we kennen hem al even. En deze aanpassingen die Nissan nu doorvoert, die veranderen natuurlijk niks aan de basis van de auto. Hij komt nog steeds leuk voor de dag met dat scherpe snuitje en die sterke wichtvorm in de koets. Die wichtvorm zorgt overigens wel voor weinig zicht rondom, dus rechts achter kijken terwijl je achter het stuur zit kan een beetje lastig zijn. Kapitaal nadeel blijft toch wel de interieurruimte, want hoewel je voorin prima zit, is het achterin ronduit krap te noemen. Ik ben niet de langste, maar ik kan nauwelijks achter mezelf zitten. De beenruimte houdt absoluut niet over en de hoofdruimte is ook niet optimaal. Dan is er nog de bagageruimte. Die is met 300 liter best wel oké, maar er zijn concurrenten die zomaar even 50 liter meer meenemen. De Nissan Micra met zijn nieuwe motor staat vanaf €18.990 in de prijslijsten. En voor dat geld krijg je de Visia-uitvoering. Over de gehele linie wordt de auto zo'n €1.500 duurder. En wil je die X-Tronic automaat, dan kun je nog eens rekenen op een meerprijs van €2.500. Deze N-Sport versie, zoals wij die hebben gereden, kost €23.045.